Hey, en leuk dat jullie kijken naar het derde Kickjournaal en daarmee ook het laatste Kickjournaal van dit jaar. Eind april hebben we hier in het Groningen Museum een veelzijdige en gezellige praktijkmiddag gehad met verschillende workshops. We hebben een kijkje achter de schermen gekregen en daarnaast hebben we de tentoonstelling van David LaChapelle mogen bekijken. Ook hebben we eind april het KIK-congres gehad, waarbij we inspirerende workshops hebben gekregen en motiverende sprekers op bezoek hebben gehad. Alles in teken om jouw unique selling points op de huidige markt toe te passen. Begin mei zijn we met de buitenlandse reis naar Boedapest geweest. We waren met een groep van 49 man en dit was super gezellig en super tof. En we gaan hier nu een paar beelden van bekijken. Ik was het voor jou van Bossenbal? Ja, Bossenbal was echt een hele leuke activiteit. Actieve leden activiteit. Het is een combinatie tussen voetbal en volleybal en het is op de trampoline. En daarna kwam het actieve ledenweekend. Ja. Was ook heel leuk. Ja, misschien kun jij vertellen wie gewonnen hebben. De Zaco heeft de commissiewedstrijd gewonnen. Tot grote onvrede van de intro. En daarnaast heeft de Almanak-commissie de almanaks uitgedeeld. Wat ook heel vet ja. Was. Compliment hiervoor, want deze zagen er ook super tof uit. Begin juni heeft onze eigen Davy Schippers een superleuke en gezellige publiekje gegeven in de Woldhoorn. Deze avond was erg geslaagd. En dan gaan we nu een kijkje nemen bij de borrels. De negende borrel vond plaats in de negende cirkel. Het thema was Coachella borrel. Iedereen was superleuk verkleed. Beetje festival tintje. We gaan nu naar de volgende borrel, de White T-shirt Party, hier in de brouwerij. De nieuwe expert is Anja Jager! Jullie nieuwe fiscus, Dagobert Duk en geweldige chick, Nicole Buijenvader! Kandidaat-secretaris. Kom maar naar voren, Joyce. Dames en heren, ik wil jullie allemaal horen brullen voor de kandidaat-voorzitter van het 13e bestuur, de SVK. Boyen de Waal!